Ze werd 32 jaar geleden geboren in Zaandam. Ze studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam. Haar leven nam een omslag toen ze op haar 25e in coma raakte door een medische fout. Door een wonder kwam ze bij en ondanks enkele beperkingen die ze eraan overhield, heb ik nu een succesvol wimperstylist tegenover me zitten. Ze verlengde de wimpers van onder andere Beyoncé, Kim Kardashian en nog een hoop anderen. Vandaag in je ochtendshow, Vanessa Fee! Good morning en welkom! Ja. Maar we waren net over die real life show waar je mee bezig bent. Maar ik heb ook begrepen dat je in contact bent met TLC om het documentaire aan jou te wijden. Ja. Hoe ver ben je in dat proces? Ik heb ze benaderd en ik heb ze mijn verhaal neergezet. Het wordt besproken in hun meetings. En dan wordt het voornamelijk gewend aan het Pearl Event. Hè? Omdat Amy Scholten die eigenlijk ook veel heeft meegemaakt. En zij inspireert mij weer door wat zij allemaal doet. En zo vullen we elkaar aan. Dus we zijn echt partners in crime in de dingen die we doen. Ja. Ja. Heb je wel eens momenten, want je hebt best wel veel dingen meegemaakt, persoonlijke dingen, heftige dingen. Denk je dan wel eens bij jezelf, wimpers, wat is toch allemaal oppervlakkig, waar hebben we het allemaal over? Nee, want de oorspronkelijke waar het eigenlijk vandaan komt, is dat ik in het ziekenhuis werkte. En voornamelijk voor oncologiepatiënten, dus die aan de chemokuur zaten, wimpers, strippen maakten en haarstukken. Dus daar komt het vandaan, want ik vind je uiterlijk, dus je masker, kan zoveel goed doen voor je innerlijk. Als jij je kut voelt of je denkt van shit, die chemo heeft al mijn haren laten verdwijnen en je voelt je ziek, dan kan zoiets kleins al zoveel doen voor de buitenwereld waardoor jij je beter gaat voelen. Want je wil er niet altijd ziek uitzien. Dat is echt, soms wil ik nog zoveel dingen nog vragen. Weet je wat je vertelt over die verkrachting, dan denk ik, oh dat ken ik, over die misbruik, dat kan ik ook nog vragen. Maar dan ga ik weer die kant op en dan, ik wil ook nog dat vragen over de Kardashian. Dus dat is soms even... Het is moeilijker voor mij, want ik ben nieuwsgierig, ik wil eigenlijk alles weten. Maar ik moet wel soms met mijn tijd, weet je? En ook dingen die ik wil vragen. Maar voor mij voelt het als lekker, man. Hopelijk ben jij tevreden. Ja. Ja. En eigenlijk zei je, het doet veel, man. En ook gewoon, ik denk ook dat dat een beetje ons naar elkaar toe heeft gebracht. Want ik zie echt bij haar, herken ik mezelf. Ja. Veel. Ja. Weet je, je wil wat en je gaat ervoor en eigenlijk door zoveel feedback van anderen proberen mensen je van de veld te slaan. En op een of andere mysterieuze manier zijn we ook maar gewoon zomaar bij elkaar gekomen. Ja. Wauw, destiny. Echt. Ja, ja, zeker destiny. Ja. Ja, man. Zo zie je maar, hè. Everything is... Ja, ze zeggen, ja. Sommige mensen geloven niet in, denk van, oh ja, het gaat... Nee, everything happens with a reason. Ja. Facebook. Facebook wacht van elkaar. Ja. Facebook heeft een hoop mensen van elkaar. Zit jullie net op te zetten? Ja. Ja. Nee, wij hebben... Want, wat was dat nou? Ik had een fotoshoot voor het gezicht van Pearl. Ja. Ik zocht eigenlijk nog een haarstylist op het laatste moment. En ze bleef allemaal stalken. Bericht sturen. Ik kan je wel helpen, ik kan je wel helpen. Ja. Heb je nog iemand nodig? En toen, 's ochtends, 9:30, kan je nu komen. En bam, 30 minuten later stond ze er. Die stalker shit werkt hoor. Van iedereen die... Iets bereiken, ja, waar ik denk van, voor jou kan ik veel betekenen, maar give me a shot, weet je. Ja. Want volgens mij wist zij niet eens wat ik allemaal deed en wie ik allemaal deed. Nee. Dat vertel ik ook niet echt in 1, 2, 3. Ja. En pas als ik zie dat mensen in me geïnteresseerd raken, denk ik, oké, maar je weet niet wat voor netwerk ik heb, dus join. Mag maar, ja. Ja. Als je wist, het was voor jou. Echt, hè. Dat is echt. Ja. Mooi, hoor. Ik wist niks over je.